ik ben niet de schuld van deze malaise, deze ellende. Dus ik heb daar geen vrede mee. Hoe zien de stappen er dan uit die je dan gaat zetten? Hierna krijgen we nog een aantal procedures bij de commissie voor bezwaar. Daarna kun je nog bodemprocedures beginnen bij de rechtbank. Uiteindelijk kom je dan een keer bij de Raad van State terecht, bij de afdeling bestuursrechtspraak. Maar ja, dan ben je al een behoorlijk aan het verder. Wat doet het eigenlijk met jou? Ja, ik vind het voor mezelf vervelend, als je het aan mij vraagt. Maar ik vind het ook voor de medewerkers heel erg vervelend. Die zullen de WW in moeten. En zoek in deze branche maar eens een nieuw werk. Dat is wel moeilijk hoor. Voor de klanten wordt het ook erg moeilijk, want er is nog een shop in Doetinchem, dat weten we allemaal. Dat is de Diamond, maar die is aanzienlijk kleiner dan deze shop. Heeft dus ook minder capaciteit. Dus als daar dan ons klantenbestand bij zou komen, al onze klanten naartoe zouden lopen, dan hebben ze daar wel een probleem. En dat gebeurt ook niet. De praktijk wijst namelijk uit dat een paar jaar geleden hebben we meegemaakt dat de Diamond en de Bazaar dichtgingen. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, tegelijkertijd. Toen kregen we al die klanten hier, kregen we een enorme piek. En die piek die ebt in één keer weg. Die gaan gewoon het illegale circuit in, dus dat is het probleem.